Ontworpen door Frits van Dongen heeft Nieuwegein er een sieraad bij. Een schitterend nieuw theater. De Nieuwe Kom. Roel Rasker, scheidend directeur van de Kom. We krijgen een rondleiding van jou in het nieuwe gebouw. Wat gaan we doen? We gaan zo meteen het hele gebouw eventjes door. Ik zal in vogelvlucht vertellen wat we allemaal gaan zien. We gaan vanuit de entreehal de trap op naar de eerste verdieping, de eerste foyer. Vandaar lopen we naar het zogenaamde achterhuis om op het podium te kunnen staan van de grote zaal. En dan kijken we vanuit de grote zaal dus de theaterzaal in. De grote zaal met 650 zitplaatsen. We hebben overigens dan ook al de kleine zaal even gezien met 220 zitplaatsen. Dus we hebben de beide theaterzalen in eerste instantie bekeken. En als we dat gedaan hebben, dan gaan we naar de technische ruimtes. Technische ruimtes die delen we in tweeën. We hebben de ruimtes die nodig zijn voor de klimaatregeling van het gebouw en nog veel meer van dat soort technisch gedoe. En dan hebben we natuurlijk de theatertechnische voorzieningen. Die hebben we al een beetje kunnen zien vanaf het podium, maar die gaan we ook van bovenaf bekijken. Op de zogenaamde bruggen boven het podium en we gaan naar de lierenkamer om het hijswerk goed te kunnen bekijken. Dat is heel spectaculair, want voor het publiek blijft het altijd verborgen. Maar bij deze gelegenheid gaan we dat heel nadrukkelijk met elkaar bewonderen. En uiteindelijk gaan we nog naar de bovenste verdieping en daar zit het kunstencentrum. En daar zitten alle lokalen, studio's voor muziek, dans, toneel. En uiteindelijk komen we weer helemaal beneden bij de kleedkamers en bij de artiestenfoyer en de entreehal. De Nieuwe Kom, hij gaat open binnenkort. Roel Rasker, die heeft de rondleiding gedaan, die gaat weg. En er is een nieuwe directeur voor in de plaats gekomen. Ariane Kop, de nieuwe directeur van de Kom. Een schitterend gebouw, dit wordt een klus. Zeker, maar ik heb er ontzettend veel zin in. En ik kan niet wachten tot maandag, want dan is het 3 september en dan begin ik officieel. Dus ik heb heel erg veel zin in. Wat u zegt, een mooi gebouw, prachtig kunstencentrum, twee prachtige theaterzalen waar heel veel kan. Dus nog een paar nachtjes slapen. Wat is de specifieke taak van een directeur van een theater zoals dit? Nou ja, je moet gewoon zorgen dat het theater en het kunstencentrum goed verankerd zijn in de Nieuwegeinse samenleving. Dus dat betekent een mooi aanbod aan cursussen bieden en ook een mooi theaterprogramma neerzetten. En zorgen dat het financieel allemaal klopt. Ik wens u erg veel succes met deze hele zware klus. Nou, hartelijk bedankt. Ariane Kop, dankjewel.